Vanavond bij mij aan tafel de voorzitter en de coördinator van Stichting Leergeld en een voetbalster uit Est die onlangs heeft getekend bij het grote FC Twente. Welkom bij Dommeland Live. Welkom bij mij aan tafel Merel Boormans, Arjen Witteveen en Ilse van Schijndel. Dankjewel. Ja, begin ik bij jou. Ja. Ja, FC Twente. Dan denkt iedereen FC Twente. Maar FC Twente is in damesvoetbal een heel groot elftal, hoe zeg je dat? Ja, nee, ja, zeker. Heel groot elftal. Ja, ze zijn nu de kerstverse kampioen. Ja, dus, vorige week. Vorige week zijn ze kampioen geworden, ja. Hoe ben je begonnen ooit? Poeh, nou, ik was 5 jaar. Nou, ik ben van tevoren wel iets begonnen. Papa die rolde vroeger een bal naar mij en ik als jongste van 3 zussen schoot hem terug. En de andere 2 die pakten hem op. Ah. Dus nou ja, zo is dat er een beetje ingekomen. Ja, nou, ook niet helemaal, nee. Maar... dus zo is dat er een beetje ingekomen en toen ik 5 was, zei ik wil profvoetbalster worden bij het Nederlands elftal. Ja, maar wat zei jouw vader en moeder toen? Ik heb geen idee. Nee, ik weet het niet. Die tegen jouw zus van die jongen? Nee. Van Merel die... Nee, gelukkig niet. Mijn ouders hebben gewoon altijd gezegd, we gaan je proberen te steunen in datgene wat je wil. En dat hebben ze tot nu toe zeker erg goed gedaan. Ja, was er toen een dames elftal, een meisje elftal in S? Nee, er was geen meisje elftal. Dus ik heb altijd gevoetbald tussen de jongens, ja. Waar ik achteraf natuurlijk ook heel blij mee ben. In dezelfde leeftijd? Ja, oh. Ja. Dus, en tot mijn 15e. Ja, daar word je sterk van, denk ik dan. Zeker, ja. En dan kan me zo voor, hoe is dat dan? Zie je dat zo'n jongetje denkt, ah, die meid... Maar je bent verdedigster en dan komt zo'n jongen op je af en dan... Ja, het maakt me niet uit of het nou een jongen is of een vrouw nu, nee, in dit geval. Maar als je voor de jongen wel, die denkt... Poeh, ja. Zo gaat het ook voor zijn vrienden, is je zo'n jongetje 14 jaar of zo en dan... Nou, er werd natuurlijk altijd voor wedstrijden wel wat gezegd. En niet alleen door de jongens zelf, maar ook door de ouders. Die hadden zoiets van, oh, staat daar een meisje achterin. En na de wedstrijd praten ze wel anders, ja. Maar jij staat jouw mannetje wel? Ja, toch? Ja. Maar dan ben je 6, 7, 8, 9 en dan word je gescout of zo? Of hoe moet ik dat zien? Nee, ik heb van mijn 5e tot mijn 15e bij SC Boys gespeeld. En toen ben ik naar FC Eindhoven gegaan. Dus daar ben ik via een KNVB scout gekomen. Oké, okay, maar dan moet je daar in voetbal of kwamen ze naar jou kijken of moet je daar een wedstrijd spelen zo, dat ze jou scouten daar? Nou, er was een scout naar mij wezen kijken en toen ben ik daar op trainingstage soort van geweest, dus een aantal keer meegetraind. En toen was je? 15. Ja, maar dan word je opgebeld of zo en zeg je nou, we hebben jou gescout, kom je een keer naar Eindhoven? Ja. En wat denk je dan? Tuurlijk, ja, als ik iets, ik wil natuurlijk die droom waarmaken, dus dat was op dat moment een goede stap in mijn carrière. En ik moest wel mijn ouders natuurlijk liever aankijken, want 15 kun je nog geen auto rijden, nee. Helaas. Dus papa en mama moesten altijd met me mee. Ja, en dat hebben ze trouw gedaan. Zeker, ja. Papa en mama's voor, hè? Ja, ja, ja. Dan ga je naar Eindhoven. En hoe lang heb je daar gespeeld? Het is een beetje wisselend geweest. Dus ik heb daar 1 seizoen gespeeld. En toen stonden er wat meerdere meiden op mijn positie die wat meer ervaren waren. Dus ik dacht, nou, ik ga daar nu niet veel minuten kunnen spelen. Dus toen ben ik even tussenuit gegaan naar RKSV Nuenen. En daar scheurde ik helaas mijn kruisband. Zo. Mijn rechter kruisband. Hoe oud was het toen? 16, 17, zoiets. Zo. En toen na 9 maanden revalideren wilde mijn trainer bij Eindhoven mij terug. Dus ben ik teruggegaan, maar na 2 wedstrijden schudde ik mijn andere kruisband. Oh, Merel. Ja, ik heb begrepen dat dames die sporten eerder kans hebben op een kruisbandblessure dan mannen. Ja. Maar dat is wel heel erg, toch? Ja, dat was ook heel erg. Want je bent ook in de groei eigenlijk, toch? Als je 16 bent, ja, toch? Ja. Dus en dat was ook, ja, ik had die droom om profvoetballer te worden. En op dat moment dacht ik van, jeetje, nou... die droom die valt in duigen, zeg maar. Maar ja, en toch mezelf weer opgeladen. Ja, om, je werd 9 maanden uit de running. En dan na hoeveel tijd ging je dan weer door je andere knie? Ja, na 2 wedstrijden. Dus dat is een periode van 3 weken geweest, denk ik. Dat is huilen natuurlijk. Ja. Toch? Ja, heel erg, ja. Ja, ik kan me er iets meer voorstellen. En daarna met die andere knie toch 11 maanden revalideren. Iets langer. Toen kreeg ik ook weer 5. Dus toen zat het ook niet echt mee. En toen 1 seizoen gevoetbald en zo naar Standaard Luik. Ja, maar wanneer zat het dan wel mee? Nou ja, ik denk dat seizoen daarna. Dus na de blessures. Ja, de blessures zijn natuurlijk super vervelend. Alleen na die blessures ben ik wel echt sterker geworden. En
Zowel mentaal als fysiek natuurlijk. En ook gewoon een slimmere voetballer. Dus dat is in dat seizoen daarna wel gebleken. En zo toch weer stappen. Ze zeggen dat je van zo'n blessure, dat je daar sterker van terugkomt, hoor ik altijd. Ja, ik altijd. Dat was ook, ja, zeker. Maar ben je nou nog angstig? Of ga je er gewoon 100% in? Nee, ja, ik denk als je angstig bent, dan moet je misschien niet meer gaan voetballen. Dus dat heb ik helemaal niet. En ja, het is natuurlijk gelukkig een heel aantal jaar geleden. En ja, dus ik ben er niet meer echt angstig voor. Nou, dat is verdedigen. Als je erin gaat, moet je erin gaan, heb ik al geleerd. Hè? Ja. Dacht laatst een Frenkie de Jong, die er half in gaat. Heb ik weer even gezien, hè? Ja, en die raakt geblesseerd. Dus je moet echt, je kan alleen maar voor 100%... Nee, dat is ook. En dat doe ik altijd. En ik heb natuurlijk, fysiek ben ik ook sterker geworden. Je hebt heel veel krachttraining moeten doen. En dat doe ik nu nog steeds. Dus dat is wel iets wat je echt moet onderhouden. Dus dat maakt me ook wel een sterke speler. Ja. Ik kom zo weer bij jou terug. Yes. We hadden het net over 100% inzet. Arjen, Stichting Leergeld, dan moet je ook 100% inzet van de vrijwilligers, denk ik. Ook dat, ja. En wij doen het voor alle kinderen in Bokstel en de Liemde en de Lennesheuvel en in S natuurlijk. Hè. Ik zit tussen twee S'en in, dus het is ik zit maar je zegt, we doen het. Ja, wij, hè, bijvoorbeeld met Ilse, met de coördinator. Maar wij hebben ook 5 intermediairs. Die aan de, als er een aanvraag komt, naar de mensen toe gaan even, om even te kijken. Kort, ja. Stichting Leergeld. Stichting Leergeld. Voor de mensen, wat doet Stichting Leergeld? Wat doet Stichting Leergeld? Die geeft financiële ondersteuning aan kinderen waarvan de ouders het financieel moeilijk hebben. Met zwemlessen, met sporten, met ballet, met muziek. Ook met fietsen bijvoorbeeld, via Vincentius, waar we een hele goede samenwerking mee hebben. En ook voor scholen, hè, voor spullen voor scholen. En daar helpen wij mee om die kinderen die, nogmaals, waarvan de oude lui het moeilijk hebben, om die te helpen. Ja, moeilijk bedoel je financieel? Financieel moeilijk, ja, dat zei ik net al. Financieel moeilijk, ja. En het werkt dubbel, want als je het financieel moeilijk hebt, moeilijk in de knip, hè, armoede in de knip, dan heb je ook armoede sociaal, zeg ik altijd, hè. En doordat ze goed kunnen sporten of goed zwemmen of goed kunnen fietsen, die kinderen dan, middels ons, voelen ze zich ook sterker. Hè? Staan ze beter in de wereld, gezonder, goed studeren, ook goed voetballen natuurlijk, hè? Dat leren ze via ons. Hè? Dus het is ook, het mes snijdt aan twee kanten. Hè? Het is niet alleen het financiële, maar juist nog veel meer om die kinderen vooruit te helpen, dat ze zich beter kunnen presenteren. Dat ze mee kunnen doen. Ja, dat ze meedoen, ja. Hè? Alle kinderen mogen meedoen. Dat is ook onze slogan. Ja. En Ilse, je bent coördinator? Ja. Coördinatrice? Coördinatrice, ja, als het een woord is. Geen idee. Nee. Maar klopt, ja. Ik ben coördinator bij Stichting Leergeld Bokstel. En eigenlijk zegt het woord het al. Ik coördineer de aanvragen die bij ons binnenkomen. Als ouders een hulpvraag hebben, dan kunnen zij dat via een formulier op de website indienen. Dat komt bij mij uit en ik kijk dan welke collega van ons op bezoek kan. Want het is fijn om op huisbezoek te kunnen en te kijken waarbij kunnen we je ondersteunen. En zoals Arjen al zei, kan dat dus voor sport of voor zwemles of voor een fiets of een laptop. En dus dat kunnen eigenlijk verschillende hulpvragen zijn. De collega die inventariseert dat, die brengt dat weer terug naar mij met de vraag, we hebben een inkomenstoets gedaan, dit is de hulp die ze willen, kan dat? En uiteindelijk is de coördinator degene die dat goedkeurt. Meestal keuren we dat ook altijd wel goed. En dan zetten we het uit bij verschillende sportverenigingen. Soms is het ODC, soms is dat RKSV, soms is dat SC Boys. Dat kan Optisport zijn waar we dan contacten mee leggen. En uiteindelijk betalen wij dus hun sport of hun muziekles. Of verschillende mogelijkheden. En ik kan me voorstellen dat mensen een beetje moeite hebben om te bellen of te mailen. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het lastig is. Het is wel een drempel wat je over moet. Ga dus maar eens zeggen dat je hulp nodig hebt in de breedste zin des woords. En zeker in armoede is het best lastig. Dus we doen ook altijd de oproep dat schroom niet, bel ons en mail ons, want dat kan ook. En we gaan heel zorgvuldig om met gegevens, ook met huisbezoeken. Dus de privacy houden we wel in waarde. Maar het is een drempel. Maar gelukkig hebben we wel afgelopen jaar meer dan 300 kinderen kunnen helpen in de gemeente Bokstel. Daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja, ik heb een voorbeeldje van één kind. We hebben ooit een filmpje met jullie opgenomen. Ja. Ja. Dat was een aflevering van 6 filmpjes Bokstel helpt uit mijn hoofd. Ja.
En ja, ik heb een klein stukje uit een van die filmpjes. Wij vinden het een groot goed dat alle kinderen kunnen sporten, ten alle tijden, ook als ze de middelen niet hebben. En als er instanties zijn, waaronder leergeld, die daar aan meewerken om dat mogelijk te maken, dat is voor die kinderen natuurlijk een hartstikke fijne situatie. Want anders ben je toch buitengesloten bij de maatschappij. Die leergeld is, ja, bijvoorbeeld mensen met weinig geld, dan als je op een sportveld zit, dan wordt dat voor je betaald. Ja, prachtig jong. Heel toch? Goed jong. Hartstikke mooi. En als je een tijdje geleden is met hem, weet ja, je? Ja, het gaat goed met hem, ja. En nog aansluiting op wat Iels net zei, ja, onze grootste uitdaging is eigenlijk, hè, dat de mensen komen, dat ze die schroom overwinnen, die drempel. Dat is wat je net al benoemde. Dat is het meeste waar we eigenlijk mee bezig zijn. Maar gelukkig, wat Iels ook zei, gaat het op het moment goed. Het is aansluitingstekens. Het is natuurlijk slecht. Ik kan me voorstellen dat mensen dan niet te weten komen dat zo'n jongetje, want dan wordt hij misschien gepest of zo. Dus zo'n jongetje kan er eigenlijk gewoon lekker voetballen zonder dat mensen weten, oh, hij kan het eigenlijk niet betalen, maar hij mag. Ja, dus, ja, en het is zo jammer dat we toch steeds de stempel hebben, oh jee, als we het maar niet vertellen. Het zou eigenlijk mooier zijn dat iedereen er open over kan zijn. Dan hoeft die schaamte daar niet te zijn. Maar het is inderdaad, we vertellen niemand dat de facturen van de contributie naar ons komt. Dat is iets tussen het gezin en ons. En met in dit geval dan de voetbalclub waar we de afspraak mee hebben. Ja, want de jongetje was erbij. Bij die opnames, en ik had helemaal geen moeite mee. Nee. Ik vond het hartstikke leuk. Nee, mooi hè? Dat vind ik dan knap van een kerel. Ja, vind ik ook. Ja, maar heel goed. We hebben, om even de realiteit neer te zetten, we hebben toch wel een aantal jongens moeten benaderen. Een aantal ouders van jongeren moeten benaderen voor deze opname. Hè? Maar hij was heel enthousiast. Nou, ja, we hebben het meegemaakt. Hij deed het ook heel goed. Hij deed het meteen. Was, ja, fantastisch. Jullie werken ook heel veel samen met andere stichtingen. Ja, we hebben zeker in Bokstel een fijne samenwerking met Vincentius, die natuurlijk ontzettend bekend is in Bokstel en hele goede dingen doet. En zij ondersteunen ons bijvoorbeeld ook met fietsen of eventuele laptops. En sowieso met alle sportverenigingen in Bokstel hebben we natuurlijk fijne contacten die helpen. En ik weet niet precies hoe het heet, Arjen. Ik noem het maar de Rotary, maar ik weet niet helemaal of dat klopt. Ja, dat zijn de serviceclubs, hè? Als je vraagt over, we werken natuurlijk samen met hetgeen wat Iels altijd zegt, ook met de voedselbank bijvoorbeeld en zo, dus met al die organisaties. Ja. Maar wat Iels ook net zei, hè, ook vooral financieel, hè, het komt misschien nog aan de bod op jouw lijstje, dat weet ik niet, hè, maar financieel nou, moeten komen. We. Hè? Als jij vindt dat het aan bod moet komen, ja, begin ja, maar over, zou ja, ik zeggen. Ja. Dus ook financieel worden we heel goed gesteund, ook door de gemeente Bokstel natuurlijk, hè, daar moeten we voor opzetten, hè, door de serviceclubs. Hè, waar, wie zijn dat, noemen ze bijvoorbeeld, ja, serviceclubs? De La Belle Famille en de Lions en de Rotary en zo, en ga maar door. Maar ja, dan noem ik een paar en dan vergeet ik weer een paar. En vorige week de actie met de prikactie. Ja, met de prikactie. Waar je uitzending over hebt gehad. Debia zit daar in het donker, hè. Maar in ieder geval, we gaan om ook nog even een zijsprongetje maken. In augustus is er een zomervakantieweek voor kinderen. En het is de bedoeling dat die kinderen, die zijn 4 dagen bij de Brede School. En dat is ook weer een samenwerking tussen de Brede School, de buurtsport, Cultuurbox, Vincentius, nogmaals, Voedselbank. En dat last but not least ook Stichting Leergeld. En dat is de bedoeling dat die kinderen op de vrijdag naar de Efteling gaan. Dat kost een hoop geld. Niet alleen een kaartje, maar ook 2 bussen en de consumpties op die dag en zo. En nogmaals, Demia die heeft het idee opgepakt om in Bokstel afval te gaan rapen. En Demia is? En Demia, die is van die stichting van afvalrapen. Ja. En toen kwamen ze op ons pad. En toen zei ik, nou, 1 en 1 is 3 in dit punt. Want wij willen eigenlijk in die week die door Vincent geregeld is, eigenlijk graag die vrijdag naar Efteling. Nou, is de link met het afvalrapen? De link met het afvalrapen, ja, daar vraag je naar. Hè. Die groep gaat afvalrapen, bijvoorbeeld op het industrieterrein of in de straat bij ons of bij winkelcentra. En dan doet die groep ook flyers uit de bussen bij degenen die daar aan wonen zijn, die bedrijven, de winkeliers of de particulieren. En vragen om een bepaalde donatie. En dat geld komt dan via Demia of rechtstreeks naar ons. En dat kunnen we dan weer besteden aan die
vrijdag ja, voor de Efteling. Ondertussen, wij zijn namelijk een keer op bezoek geweest bij zo'n prikactie. En ondertussen laten we beelden zien. Dat is goed. Terwijl jij praat. Ja, nee. Van de, maar het viel me op dat er best wel veel animo was om te. Ja, het heet geen prikken tegenwoordig, het heet pikken, hè? Met zo'n. Ja, ja. Maar er was best wel veel animo. Ja, maar Demia die werkt op het industrieterrein. Ik mag verder geen namen noemen, want dan maak ik weer reclame, dus dat mag niet. Maar in ieder geval, ze had het halve industrieterrein opgetrommeld om te komen helpen. Hè? En, doet ze heel goed. Goed. Ja, dat doet ze heel goed, ja, ja. Ja. En nogmaals, zit dan wel een donkertje, maar ze moet ja, even in het licht zitten. Ja, daarom, je hebt een mooie opname in die omhoek. Dus, ja, maar ze is duidelijk te zien in beeld, dus we weten hoe ze eruit ziet. Nee, daarom. Ja. Maar dat was heel leuk met haar, ja. Met haar man en de kinderen. Ja, daarom. Heel goed. Heel enthousiast. Ja, dan ga ik even terug naar jou. Ik zit naar een breutje denken. Pikken, prikken, prikken. Ja, voetballen, prikken. Prik je hem er wel eens in? Nou, ik scoor niet zo vaak. Ik ben verdediger. Dus vorig seizoen wel 3 keer gescoord, maar dit seizoen helaas geen 1. Afgelopen seizoen maar. Je bent verdedigster. Is daar nou verdediger of verdedigster? Wat daarna? Jij wil. Dan moeten we. Ja, gaat het niet allemaal over de goals. Dus ik denk, 12e man of hoe moet je dat? Nou, niet 12e man, want dan zou ik er niet in staan. Dus nee, maar ik zit even te denken, hoe noemen ze dat, die uitdrukking altijd? Met mannen op het ze spelen met 12. Ja, verdedigster zeg je bij vrouwenvoetbalsters. Ja, het is een stur erachter, maar ja, je doet hetzelfde natuurlijk. Dus al noem je mij verdediger, vind ik het ook prima. Verdediger. Wat vind je ervan dat bijvoorbeeld in talkshows Johan Derksen, dat toch allemaal de vrouwenvoetbal een beetje door de mangel haalt? Ja, weet je, wat Johan Derksen vindt, moet hij lekker zelf weten. Kijk, weet je wat het is? Het mannenvoetbal en het vrouwenvoetbal is gewoon heel anders. En het mannenvoetbal bestaat al, wat is het, meer dan 125 jaar of zo. En het vrouwenvoetbal, dat staat echt wat dat betreft nog in de kinderschoenen. Dus ja, dat mag je vinden. Kijk, er zit gewoon echt het gaat bergopwaarts in het vrouwenvoetbal. En dat heeft gewoon nog veel meer tijd nodig. En ook veel meer geld natuurlijk, want heb je geld kun je investeren, dus dat heeft gewoon tijd nodig. Dus, het heeft er flink aangetrokken toen Nederland Europees kampioen werd natuurlijk een paar jaar geleden. Ja, dat heeft toen destijds flink aangetrokken en daar is nu dan weer niet het doorschieten wat ze hadden gehoopt. Er zijn natuurlijk wel veel meer meiden gaan voetballen, alleen qua sponsors et cetera is natuurlijk nog niet het geld wat je echt erin wil steken. Dus daar hebben ze nog heel veel meer voor nodig, maar dat heeft gewoon tijd nodig en het is mooi om daar onderdeel van uit te maken. Je gaat nu inmiddels bij FC Twente, je had een opstapje, je ging naar Heerenveen. Ja. Daar hebben we een fotootje van, dat je tekende bij Heerenveen. Kijk. Ja. Nou, en Heerenveen is toch al een club, hè? Dan denk je toch al, wat ik nu bereikt heb. Dat is ook al heel bijzonder, of niet, als je daar al speelt? Tuurlijk. Kijk, Heerenveen is echt een supermooie club. En toen ik bij Luik wegging, toen zei ook iedereen van... We hebben een stapje vergeten. Je bent naar België gegaan. Ja, eerst even van Eindhoven ging je naar België. Ja, naar Standard Luik inderdaad. En daar heb ik 2 jaar gevoetbald en toen ging ik naar Heerenveen. En hoe oud was je toen? Poeh, ik was denk ik 19. Ja. 20 toen ik naar Heerenveen ging. Dan heb je waarschijnlijk 20, een manager die dat voor jou dan... Ja, ja en die, mede die belde naar Heerenveen van, ik heb nou toch een verdedigster man. Ja, nou ja, ik wilde heel graag weer terug naar Nederland. Het niveau in Nederland is iets beter dan in België. Dus voor mij is België echt een opstap geweest richting de Eredivisie. Dus ik heb toen tegen mijn zaakwaarnemer manager gezegd, ik wil graag naar Nederland. En Heerenveen zocht destijds een linksback. Ik sta nu meer linkscentraal. Kan ook nog wel op linksback, maar ik denk dat linkscentraal beter is voor mij. Maar jij bent toch rechts? Nee, ik ben links. Heb ik verkeerd gezien? Nou, dan gaan we even naar een filmpje kijken. Dan heb ik verkeerd gezien of het filmpje is in spiegelbeeld. Hoop ik dat ik het ben dan. Oh ja. Oh, rechts. Dit is links. Dit is duidelijk links. Maar dit is niet goed. Hoezo niet? Dan schiet ik over. Oh ja. Rechts, kijk. Rechts. Oh, ja. Links, twee rechts. Benen. Je bent eigenlijk een beetje twee benen. Ik kan wel beide benen, dat moet natuurlijk ook. Maar links is wel echt mijn voorkeursbeen. Waar is dit dan? Welke club? Nee, dit is met mijn personal trainer. In de zomer train ik met hem om fit te worden richting Heerenveen. Ja, maar Ilse vraagt welke plek is dit? Waar is dit? Oh, welke plek? Oh, nee, dat vroeg ik niet per se. Dat nee, nee. Ja, waar was je nu bezig? Dit was in Den Bosch. Oké. Okay. Oh, ja. Dus ja.
Oh, met een personal trainer? Met een personal trainer. Die mij mede fit maakt richting... Of toen maakte, want ik train nu niet meer met hem, maar die mij fit maakt richting het seizoen. Ja, dus even kijken. Bij Wilhelmina misschien, waar onze kleinzoon speelt, of niet? Nee, het was bij naast het stadion van FC Den Bosch. Oh ja, nou, iets anders. Ja. Ja. Nou, dan ga je van Essen naar Eindhoven, van Eindhoven naar Standaard. Ja, Standaard Luik. Ja. Standaard Luik. En van Standaard ga je naar Heerenveen. Ja. En dan? Ja, en vanuit Heerenveen nu naar Twente, ja. Ja, dan zeg je zo simpel, maar jouw manager die belt jou, die zegt, Merel, hey, ga even goed zitten of... Ja, mooie foto, ja. Ik zie je wel met... Twente, ja. Maar, hey, ik heb natuurlijk 3 jaar bij Heerenveen gevoetbald en ik merkte nu, na die 3 jaar, ik ben nu ook aanvoerder daar, dat het gewoon toe was aan een stap omhoog. Ook om te kijken van waar ligt mijn plafond nou. Ik heb nog steeds de droom om ook voor Nederland uit te komen. Dus ja, daar wil ik ook zo over beginnen. Ja, dus heel realistisch gezien, de bondscoach gaat niet kijken naar Heerenveen die 10e staat. En die kijkt natuurlijk wel naar een Twente die 1e staat. Dus ik zei tegen mijn nieuwe zaakwaarnemer nu, ik wil graag naar een topclub. En het liefst natuurlijk naar Twente, want ze stonden toen op 1 en zijn nu natuurlijk kampioen. Ja. Dus toen belde hij mij en hij zegt, Merel, lijkt het je wat om volgend jaar Champions League te spelen? Zei hij dat zo? Dat zei hij, ja. En ik had geen idee. Ik denk, huh? En het greep me een beetje aan zo en ik werd helemaal emotioneel, brok in mijn keel. En ik dacht, het lijkt me wel wat natuurlijk. En toen wist ik wel meteen dat het over Twente ging, omdat ik zelf ook had aangegeven van ik wil echt graag naar Twente. En dat is eigenlijk allemaal vrij snel gegaan. Begin februari of halfwege februari hebben we een beetje het contact is gelegd. En ik was bij hun ook opgevallen door de wedstrijden die ik tegen hun heb gespeeld. Dus zo is dat balletje gaan rollen. En binnen iets langer dan een maand is het allemaal definitief geworden. Ja, ik snap helemaal dat je emotioneel wordt. Want ik denk, als je als kind droom je van Champions League. Tuurlijk. Lig je in je bedje en denk je, als nou ooit is... Champions League zou kunnen spelen en dan belt jouw manager op met deze mededeling. Ja, nou ja, Champions League is ook bij de mannen natuurlijk, maar ook bij de vrouwen het hoogste wat je kan spelen. Dus en Twente gaat voorronde Champions League spelen. Dus voordat we echt in de Champions League zitten, moeten we wel wat wedstrijden winnen. Maar het kan wel, want ik heb Ajax gezien namelijk. Ja, ja. Dus het kan zeker. Ja. En daar zaten mooie wedstrijden bij. Ja. En heb ik echt genoten dat je... Ja, zeker. Dat dacht je van tevoren, nou wordt niks. Chelsea zat erbij, Paris Saint-Germain geloof ik. En Bij mijn hoofd nog eentje. Ik denk, nou, dan gaat het nooit, daar wordt niks. Maar als je dan gaat het toch gebeuren. Ja, precies. Nou, ik hoop dus dat we met Twente ook het zover kunnen gaan schoppen volgend seizoen, ja. Ja, ja. Over verschoppen gesproken. Nou, ik ben geen sporter hoor, dus ik kan het ook aan mij hoef je niks te vragen, ja, ja. Hoe ver hebben jullie het geschopt inmiddels met de Stichting Leergeld? Ja, je ligt eraan hoe je dat bedoelt. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zoek een brugje. Nee, ik snap jou. Ik pop hem in. Mijn brugje even verzilveren. Ja, ik pop hem in. Wat ik heel fijn vind is dat we merken dat we eigenlijk wat Arjen net zei. Goed nieuws is slecht nieuws. Is dat we wel steeds meer mensen bereiken. Steeds meer ouders. En dus steeds meer kinderen. Dus onze inzet wordt in die zin wel beloond. Dat steeds meer mensen... bij ons aankloppen en dat we ook steeds meer sponsorgeld krijgen, zodat we naast de gebruikelijke dingen bijvoorbeeld ook een langspierabonnement kunnen aanbieden. Bij Beachbreak hebben we vorig jaar kaartjes aan kunnen bieden. Dus zo kunnen we door alle mensen die ons helpen steeds meer aanbieden. Ja. En dat helpt, zodat steeds meer kinderen mee kunnen doen. Merk je ook dat er steeds meer sponsors komen, dat jullie steeds meer bekendheid krijgen? Of zit dat in een... Ja, ik ben nu een paar jaar coördinator en ik merk dat we elk jaar sponsorgeld krijgen, maar dat mensen ook heel erg hun best doen. Net zoals de prikactie. Ik noem het maar prikactie, ik weet niet zo goed hoe ik het anders moet noemen. Pikactie. Pikactie. P-I-C-K. Dat is het. Het is geen prik, het is een ding van een grijper. Ja, dat iedereen gewoon achter de schermen heel erg hun best doet om vooral de kinderen te helpen in boksen. En dat vind ik heel mooi en dat steeds meer sponsors ons beter te vinden en dus de kinderen, omdat armoede een steeds groter probleem wordt. En je ziet het niet, het is vooral achter de deuren, dus je hebt geen idee. En het is heel fijn dat mensen vrijwillig daarbij kunnen helpen. Ja, ja, want ik heb gelezen, daar schrok ik van. Toch, ik heb de cijfers wel vaker gehoord, maar 300.000 kinderen leven in Nederland in armoede. Ja, minimaal 1 op de 12. 1 op de 12 kinderen, en dat is
in elke klas 2 tot 3 kinderen. Ja, ja, dat is veel, hè? Dus als je in een schoolklas zit, heb jij daar ervaring mee dat je denkt van je klasgenootjes? Nou, het is lang geleden dat ik op school heb gezeten, dus ik kan het me zo niet echt herinneren, maar ik geloof zeker dat het er is, ja. En toen was het nog veel meer verstopt dan nu eigenlijk, hè? Verstopt, ja. Hè? Nou komt het veel meer naar boven, hè? Ja. Dus, en inderdaad, wat Ilse zegt, heel veel goede doelen doen voor ons ook. Voor de MEP bijvoorbeeld, die gaat ook weer een sponsor lopen. En een club van de jongens allemaal, hartstikke goed. Dus, en daar kunnen we een hele hoop door. En daar heb ik nog een nieuwtje over dat we veel kunnen doen. Dus ik weet niet of ik dat nou al mag zeggen. Maar, ik hoor het wel. We gaan ook voor de brillen vergoeden voor kinderen. Die, als ze dat echt niet via een verzekering kunnen krijgen of via een andere weg. Brillen? Ook, ook voor het brillen voor kinderen gaan we vergoeden, ja. Een bril. Dat is hartstikke mooi, maar ik denk, ja, brillen, dat is toch eigenlijk best wel erg dat via jullie... Het is erg, maar we lezen steeds in kranten dat het een probleem is. En we hebben met het bestuur en ook met andere mensen daarover gehad en gezegd, we moeten dat ook iets voor gaan doen. Dus als het echt buiten de boot valt, via de... Dat betekent dat als jullie er niet zouden zijn, dat kinderen geen bril krijgen? Omdat ze de ouders niet kunnen betalen? Nou ja, ook. En omdat het niet in het verzekeringspakket zit. Kijk, iets van voetballen, dat is al heel erg. Maar als je toch niet goed kunt zien als kind, en je hebt geen geld om een bril te kopen. Ja, dat is heel erg. Hetzelfde geldt voor een beugel. Hè? Een beugel, een bril. Ja. Er zijn heel veel dingen die je als ouder gewoon niet kunt betalen. Dat is heel erg. Waar je geen notie van hebt. Dus het is fijn dat ook de brillen op een bepaalde manier vergoed kunnen worden. Ja, ja, precies. En daar kunnen we nogmaals, omdat we heel erg gesteund worden, op allerlei manieren, door alles van Bokstel en alle clubs en alles eromheen, ook in Lien en noem maar op. Dus, we krijgen nu een nieuwe regering. Hoe zijn de plannen? Hoe gaat dat voor jullie uitpakken? Merken jullie er iets van? Ik heb nog niet door al die papieren heen kunnen lopen. Dus ik Wilders heeft ons nog niet gebeld. Dus ik ben heel benieuwd. Alleen wel, het gaat de vrijwillige bijdrage van, gaat dan omlaag, maar ja, of wordt gehalveerd. Goed, dat is ook pas in 2027, dus dat duurt een paar jaar. Ik vind het wel spannend wat het betekent. Ja. De zorg, hoe ze dat gaan insteken, ja. Ja. Want dat ziet er niet rooskleurig uit. Nee, hoe bedoel je? Nou, ik vind het jammer dat ze, ik merk dat het rechtse kabinet wat minder oog heeft voor de zorg, en zeker voor kinderen. Dus ik hoop dat er toch nog iets goeds uit voorkomt. Ja, want jullie krijgen natuurlijk... subsidie, dan wil je, ja. Dat moet toch niet aan getoond worden, denk je dan? Nee. Ik dan. Maar dan moet hier de politiek hier boksen moet erover beslissen, hè? En de wethouder die moet dan daar haar stempel op geven, hè? Dus de klap op geven. Ja. Dus daar zijn we niet bang voor. Ja, dus de toekomst wat jullie betreft... Ik hoop dat we uiteindelijk niet meer nodig zijn. Dat is, dat is natuurlijk het streven. Dat jullie zelf op kunnen heffen. Ja. De grootste uitdaging is dat. Eindelijk is iets stopt en je kan erop toosten, maar jongens, het is niet meer nodig. Ja. Maar... Ja. Niet. Ik denk, het is niet realistisch, maar net als Merel dromen we er wel van een ambitie. Ja. Ja. Maar het grote verschil is dat Merel waarschijnlijk nog een grotere droom, als het aan mij ligt, waar gaat maken. Want dat is natuurlijk de kleur van jouw... Beetje kleur, rood, ja. Oranje, wie speelt er nu linksback in oranje? Poeh, ja, maar ik sta nu niet meer echt linksbij. Links-centraal. Ze spelen nu soms een beetje met drieën. Ja. Dus dan heb je Dominique Janssen of Sherida Spitsen, Caitlin Dijkstra. En de laatste, Caitlin Dijkstra, die speelt nu ook bij Twente linker-centraal. Maar die gaat weg naar Wolfsburg. Dus ik hoop dat ik haar plekje bij Twente kan gaan veroveren. En eerst daar mijn plekje veroveren en dan... kan ik laten zien dat ik goed genoeg ben voor Oranje. Ja, we hebben nog een klein stukje van jou dat je een wedstrijd speelt met Heerenveen tegen jouw nieuwe club. Ja. Even een stukje naar kijken. Dat is wel heel spannend. Ja. We'll be right back.
Wat een uitdaging. Ik heb Merel live zien voetballen. Dus Merel kan prachtig voetballen. Ja, bij toeval. Ja. Want mijn dochter ging mee naar Ajax en dat was toevallig tegen Heerenveen. Serieus? En toen zag je haar gewoon en dacht je, hey, die komt uit S. Nou, ik wist het uiteindelijk wel, want ik wist natuurlijk wel dat het tegen Heerenveen was. En het was eigenlijk heel toevallig, want we zaten natuurlijk ook nog langs je ouders. Ja. En ik vond het uiteraard een hele leuke wedstrijd. Merel heeft daar misschien andere ideeën bij. Ja. Maar ik vond het heel leuk om dat te zien spelen. Het was natuurlijk fantastisch. Want ik vind wel dat vrouwen gewoon goed kunnen voetballen. Ja, hoe zit het een beetje met de verdiensten van de vrouwen? Wisselend. Kijk, er zijn clubs Ajax, PSV, Twente, Feyenoord, die hebben allemaal een cao. Dus daar is het goed geregeld. Daar heb je de minimumloon onder een bepaald aantal uren. Als ik kijk naar Heerenveen, zijn nu 6 meiden met een contract van de 22. Dus dat is natuurlijk niet veel. Dus er zijn heel veel meiden die nog steeds op basis van eigenlijk amateur voetballen. Dus dat is wel een beetje sneu eigenlijk. En jij bij Twente? Ik heb een contract. Kijk. Ja, ik heb bij Heerenveen ook alle 3 seizoenen een contract gehad. En nu voor 2 jaar. Dus ik heb voor 2 seizoenen getekend bij Twente. Ja, toch even terugkomen. Nederlandse elftal. Ja, die meiden, die namen die jij opnoemt, zijn niet de minste. Hoe ga jij het voor elkaar krijgen om daar volgend jaar... Wanneer is de EK? Is de EK komt eraan, hè? Ja. Misschien in Nederland, geloof ik? Ja, ze willen dat wel gaan organiseren samen met België en Duitsland. Wat moet er gebeuren? Wat moeten wij doen om jou daar te krijgen? Wat moet jij zelf doen? Nou ja, het begint natuurlijk bij mezelf. Kijk, en ik denk dat met de stap van Heerenveen nummer 10 naar de nummer 1, dat al een hele grote stap is. En bij Twente wordt het voor mij een mooi podium om mezelf te kunnen laten zien. Met betere spelers om me heen, waardoor je zelf natuurlijk ook beter gaat voetballen. Ga je basis spelen, denk ik, volgend jaar? Dat is wel mijn doel. Kijk, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren, maar dat is wel waar ik voor ga. En ik ben gewend om hard te werken, dus dat zal ik er zeker voor doen. En wat moet ik er dan uiteindelijk voor doen? Ja, de bondscoach moet natuurlijk zelf iets in me zien, dus daar moet je geluk bij hebben. En, maar op een gegeven moment, de manager belt je op en zegt, Merel, ga eens even zitten, meid. Ja. En je bent geselecteerd. Wat dan? Ja, nou ja, dat is... Doe even alsof. Ja, doe alsof, ja. Nou, dat brengt al een hele glimlach op mijn gezicht. Maar dat is iets waar je echt van droomt. Ik denk dat ik dan helemaal in huilen uitbarst. En meteen zoiets heb van, ik ga er gewoon van genieten. En ook wel die bewijsdrang van, ik wil mezelf laten zien. Ja, maar het gaat gebeuren. Ja, dat is zeker mijn doel. En kun je afspreken dat je dan terugkomt hier? Ja, dat gaan we doen. Ja. Ik wens jou heel veel succes. Dankjewel. En jullie heel veel succes met jullie fantastische stichting. Dankjewel. Ja. En kijk allemaal op www.leergeldbokstel.nl. Oké. En dan kunnen ze zich aanmelden. En schroom niet. Schroom niet, ja. Schroom niet. Kom over die drempel heen, letterlijk en figuurlijk. Ja. Mocht je het even niet rond kunnen komen als ouders en je kind wil graag voetbal, neem gewoon contact op met Stichting Leergeld. Ik wil iedereen aan tafel hier nogmaals hartelijk danken. En de kijker thuis ook bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.